Goedemiddag beste kijkers, vandaag is Shock Reporter te gast bij de voetbalvereniging Peursum, waar vanmiddag de wedstrijd wordt gespeeld tussen Peursum en de trotse koploper in de vierde klasse C, Oni. Ja, het is voor beide ploegen eigenlijk belangrijk, want Peursum wil graag wat winnen om misschien nog eens een keer een periode mee te doen. Ja, en Oni die gaat vol voor het kampioenschap dat ze samen moeten uitzoeken met TSVV Merlijn, dat 2 punten achter staat. Ja, het zou een hele moeilijke middag worden ding voor Peursum, want Oni is een hele makkelijk scorende ploeg met als de absolute topscorer Sander de Bond, die al meer dan 35 doelpunten heeft gemaakt. Dus we zullen wel zien wat er vanmiddag wordt op een wel stormachtig sportpark van de voetbalvereniging Peursum. Maar zoals u gewend bent, gaan we ook weer even praten met onze pupil van de week en hij zit hier naast me. En stel jij je maar eens even voor hoe je heet. Ik ben Chris, ik ben 9 jaar. Ik woon in Giesenburg en bij de straat Neerpolderseweg 71. Kijk eens aan Chris, dat is heel netjes verteld. En Chris, in welk team voetbal jij? Jongens onder de 11-2. Jongens onder de 11-2. Heb je vandaag nog gevoetbald? Ja. Wat heb je gedaan? Verloren met 9-0. Ach, dat kan ook gebeuren, hè. En op welke plaats sta je in het elftal? Weet ik niet. Nee, midden, voor of achter? Ik sta rechts achter. Rechts achter. Vind je dat leuk verdedigen? Ja. Ja, oké. Okay. En heb je al een paar keer een wedstrijdje gewonnen ook of nog niet? Ongeveer 2 keer, maar niet zo. Oh, dat is goed hoor. Ja, en dan trainen. Vind je trainen ook leuk? Ja. Hoeveel keer moet je in de week trainen? 2 keer. 2 keer. En hoeveel trainers heb je? Ik heb 4 trainers. Zo, dat is nogal wat. Dat is echt professioneel. Heb je nog meer broertjes of zusjes die voetballen? Eén zus. Dat is mee. Die is 12. Die zit bij de meiden. Maar ik weet niet wel. Ik weet niet waar. Nee. En die voetbal is ook. Het is wel een sportieve familie, hè? Ja. Nou, dat vind ik wel leuk. En heb je nog andere hobby's dan voetballen? Vrieren en niet meer. Ja, en Xboxer of zo? Ik heb ook Fortnite. Dat is ook best leuk. Dus. Dat vind je ook wel leuk? Ja. Ja, en school gaan. School gaan, hoe vind je dat? Heel leuk. Ja, niet heel leuk, maar ik vind het wel leuk. Ja, dat zeggen er wel meer. Dat is soms niet leuk vinden. Ja, je bent zoveel vrije tijd kwijt, hè? Dan kan je ook weer niet spelen. Ja. Nou, dat is ook niet. En in betaalde voetbal, heb je daar ook nog een favoriete club of zo? Feyenoord, Ajax, PSV of Barcelona? Feyenoord. Feyenoord, kijk eens, dat een goede smaak. En ook nog een favoriete speler? Nee. Nee, jij vindt ze allemaal favoriet? Nee, ik heb er wel één, dat is Messi, maar die zit in een andere club. Ja, maar dat maakt Barcelona. Ja, wel een goede smaak hoor, Chris. Hey, en bij Peursum, ga je er ook eens bij het eerste elftal kijken? Heel soms, maar niet heel vaak. Nee, maar wel soms. Ja. Dus, en nou krijg je straks ook nog hier een mooi sportcomplex, hè? Ja. Dat vind je ook wel leuk, zeker? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Ja, Chris, en nou, vanmiddag hebben we hier een hele belangrijke wedstrijd eigenlijk. Ik zei het net al, hè. Ja. Tussen de koploper Oni uit Schravenmoer en, en jouw Peursum. Wat denk jij dat gaat worden? Ik denk wel dat ze... Ik hoop dat ze winnen, maar ik denk dat ze gaan verliezen, want ze zijn waarschijnlijk heel goed. Oké, hey, ik vind het hartstikke leuk. Ga jij lekker met de jongens warm lopen? Ik wil jou bedanken voor het interview en vanavond lekker kijken, hè? Ja. Oké, bedankt, hè?